Ik ben Magda Hogerwerf. Ik ben yogadocent in Utrecht al bijna 30 jaar. En ik kom bij Mohanna en Cor zo, denk ik, 6 jaar. Ik ben bij Mohanna gekomen doordat ik een verhaal hoorde over de panchakarma die iemand had meegemaakt. En ik was daar erg van onder de indruk. En op die manier dus ben ik nou toch geregeld panchakarma's gaan doen. En dat helpt mij erg bij mijn gezondheid op peil te houden, zou ik graag zeggen. Jaarlijks doe ik een kuur, een behandeling. Die je een reinigingskuur zou kunnen noemen, maar het beperkt zich niet alleen tot een lichamelijke reiniging. Dus dat doet toch veel meer met je, ook op het geestelijke vlak. Ja, of 7, 8 denk ik al, kom ik hier voor wat panchakarma. Een aantal dagen en dat werkt fantastisch, moet ik zeggen. Ik voel me daar heel erg goed bij. Wat je dan precies voelt is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het werkt enorm goed op je doshas, zoals je in de Ayurveda dan genoemd wordt. Dus de hele algehele constitutie, hoe je je voelt. Je krijgt een hele andere stofwisseling, dat merk je wel. Naarmate je daar jaren al in zit, gaat dat wat meer leven en werken ook. Ik heb leukemie gehad. Ik ben daar gedurende 11 jaar voor behandeld. En na al die behandelingen kreeg ik een tip van mijn yogalerares om eens hier naartoe te komen. Dat hier behandelingen waren om van een hele hoop gif wat je bij chemotherapie en bestraling oploopt kwijt te raken uit je lijf. Wat nog heel lang, jarenlang kan doorwerken in je systeem. En wat me bijzonder aanspreekt is dat van de Ayurvedische behandelingsvorm en van Mohanna persoonlijk een heel diep respect uitgaat naar de natuur, naar de aarde, maar ook naar het lichaam.